Je zat er zo flink naast. Ik heb mijn oortjes eruit gehaald. Mag ik jullie voorstellen aan Mitch? Mitch Kraan. Mitch Kraan. Ken jij Mitch? Ik geloof niet. Saturday, toch? Oh ja. Uit de jaren 90. Ik weet niet meer precies, maar de naam is. Nee, je was zeker bezig met je eigen hits. Nee, ik was gewoon altijd Stones toen. Dus dat weet ik niet meer. Of aan, één trein die maar doorraast. Het was niet slecht. Maar het was gewoon echt niet goed. Je rouwdouwde er doorheen. Belachelijk hard en veel. En dan continu. Ik mis wel een beetje een soort. Ja, echte artiestallure. Ik bedoel, twee van jullie lijken meer filiaalleider van de Mediamarkt in Roermond. Ja. Dus ik ben het er niet mee eens met mijn buurman. Snap ik wel. Dus ik zou gewoon, nu snap je het wel. Buiten dat ik het een vreselijk zeiknummer vind en helemaal niet samen wil zijn, maar heel hard zou wegrennen. Vind ik jouw stemkleur echt heel mooi. Maar dat theatrale zit ook in de manier hoe je de dingen uitspreekt. Sterker dan de zwaarste storm. Het is gewoon van, doe maar niet. Ja. Onwijs leuke battle, Ali. Ja. Anouk, mag ik jou als eerste het woord geven? Ja, nou, dit kan alleen maar team Ali B zijn, denk ik. Ja, hè? Ja. Het heeft iets schattigs en aandoenlijks. Maar ja, ik vind het meer een soort van voor een schoolfeest waar je verplicht met elkaar iets moet doen. En dan komt dat eruit. Het is leuk voor de afwisseling, hè, met de andere acts en artiesten. Maar dat is hem dan wel. Ik zou niemand kiezen. Waar ik over leg? Sorry. Dit is zo spannend. Sorry, ik moet even wat vragen. Want ik heb natuurlijk de Daredevils op de bank zitten. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat ik die streepjes onder hun ogen heel stom vind. Maar ik wil zeker weten dat die streepjes weggehaald worden. Dat is iets wat ik wil weten voordat ik mijn keuze maak. Dus ik heb wel een antwoord nodig. Fuck de strepen! Oh, de strepen zijn eraf! Die strepen! Wat? Ze gaan weg! Dat is zeker. We love you! We love you, Anouk! Okay. Ja, sorry, Julia. Ik ga dan toch voor de band. Zeker als ze die stomme streep weghalen, dan is dat wat het is. Waarschijnlijk als je naar het programma Toppers gezocht was gegaan, was je op zeker door. Maar voor The Voice of Holland gaat het hem echt niet worden. Hey, je bent 37 nu. Gaat naar de 40. Oeh, af en toe wel voor mij wel een beetje te veel. Dan denk ik net wat minder. Kiezen, wie zou ik je, of heb je geen keus? Nee, ik vind het heel moeilijk, want ik vind het verschillend. Ik vind het echt appels, peren. Maar als ik jou nu een appel en een peer aanbood, zou je dan voor de appel Ik zou voor jou helemaal niks nemen. Dus laten we daar niet in gaan. Want je hebt vast de boel vergiftigd. Van je single! Mij niet zou gebeuren, maar nu jij hier voor me lokt, zie ik 100.000 kleuren. Hoe de pop ben jij zo mooi? Je verandert mijn humeur, ik weet niet of dat. Had jij omgedraaid voor Ali? Nee, ik kan het echt niet aan. Wat dan? Goed, ik ga je zeggen, ik vind het echt heel slecht. Echt? Ja, maar ik zei dat vorige keer ook zeggen. Luister, elke keer, het was vaak als ik hem zie, dan ja, of hij is aan het huilen ergens. Of hij. Of hij staat in één keer. Wat was het? Qua stem, inderdaad. Soms is die verschil er niet heel erg. Maar de karakter die jij uitstraalt. Jouw karakter, jouw persoonlijkheid. In jouw keuzes die je maakt. Die zijn echt wel anders dan de rest. Dus dat heb ik nog maar welke keuzes? Even 2 minuten staan zingen. We zagen er nog niet. Waar heb jij het over? Zeg toch als ik het kon zien. Nee, maar kijk, als je wilt dat ik stil ben, moet je me geen vraag stellen. Want nu ga ik antwoord geven. Ah, alsjeblieft, kunnen we door? Nee, weet je, wat, de antwoord geven we later wel. Als je van mij hebt gekozen en we gaan de volgende ronde in. Dus, Jezus. Maar ik vind Waylon ook een goede keuze. Met heel veel respect. En het zit ook een mooie stem. Dat vind ik ook, hoor. Ja. Maar ik had sowieso hun niet op een stoel gezet. Dat is het verschil. Door you see someone that you know and they ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ja, ik krijg eigenlijk gewoon zin om spontaan de studio uit te hollen, mijn auto in te springen en naar huis te rijden en mijn kinderen te kussen en te knuffelen en mijn man. Oh. Dus ik bedoel, dat is echt een gave. Je mag mij knuffelen? Nee. Nee. Ik zei een man. Nee, maar fantastisch. I'm back, Piet Fertig, I'm back! Gezellig. Jorik,
Ik vond het ook heel leuk en heel grappig, maar ik heb er niet echt een mening over. Ik weet niet wie ik de beste vond. Wat? Oh, Lil Kleine, man. Ja, moet ik zeggen dan? Ja. Nee, maar wie zou je dan? Ja, dan ga ik wel voor Corleone. Ga je voor Corleone?